Kelvin, my name is Kelvin and this is Otje. Hey, what's good, Otje? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oké, later. Leuk dat jullie kijken naar een iets te overbelichte nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. Zoals je weet is het vandaag Kelsember. Deze hele maand is het Kelsember. You don't even know, man. Ik heb het ongeveer 100.000 keer gezegd deze maand. Maar voor de mensen die nog niet in de Kelfam zitten en die voor het eerst mijn video's kijken. Deze hele maand upload ik elke dag een video als jullie het aantal likes halen wat ik jullie vraag. En vandaag is het wordt moeilijk, oké? Okay? Het begint moeilijk te worden. Het is redelijk pittig tegenwoordig. Ik weet niet of het gaat lukken, man. Maar we moeten dit samen doen, Kelfam. Let's go. Als we binnen 24 uur 9500 likes halen... 9.500 likes, zeker, dat heb je goed gehoord. Wee, oh, hoeveel kan het zijn nou, hoor? 9500 likes, dat betekent dat er morgen weer een nieuwe video komt. En ik kan je vertellen, de video van morgen is epic, dude. Oh, come on, dude. Wil jij wel even stil zijn in het vervolg als ik aan het filmen ben? Wil je dat wel even doen? Wil je wel even stil zijn? Hè? Pardon? Ja, het wordt weer leuk. Oh my god. Er is iets zeer schokkends gebeurd in YouTube Nederland, dames en heren. Daar wil ik het vandaag even over hebben. Namelijk, ik heb 3 YouTubers gevonden die niet helemaal zijn wie ze zeggen dat ze zijn. En dat is een zeer belangrijk en lastig en gevoelig punt. Maar vandaag ga ik het er zeker over hebben. Welkom bij King Alert. Oh, nee! Nee, geen King Alert vandaag. No. Nee, wat ik vandaag ga doen is praten met jullie over het feit dat er een aantal YouTubers zijn in Nederland die zich op een bepaalde manier hebben voorgenomen, wat niet echt zo blijkt te zijn. En ja, we beginnen met, ik ben vergeten met wie we als eerste gaan beginnen. Dylan Hagens. Ja, Dylan, ik vind je een hartstikke lieve jongen. Oké, we kennen elkaar al heel lang. Heel lang valt op zich al redelijk mee, maar gewoon wel redelijk lang toch. Want al YouTubers, gewoon een paar jaar ken ik deze guy al, hè. Dat is toch raar. Ik ken Dylan al ongeveer een paar jaar toen ik nog in Groningen woonde en hij nog in Limburg woonde. Oh, nee, wacht, daar woont hij nog steeds. We kennen elkaar wel redelijk. Het is niet dat we elkaar gewoon sick goed kennen of zoiets. Maar we kunnen wel gewoon goed door één deur, toch, Dylan? Hey, you and me, we like bread and butter. Together it's always fun, you know? Maar er is iets aan Dylan wat we niet weten. En het is een gevoelig onderwerp. Ik weet ook zeker dat Dylan, nu hij dit ziet, denkt hij, oh my god, gaat hij het daarover hebben? Ja, ik ga het daarover hebben. Het is spannend, het is sensationeel. Let's go. Tea is so good, you know? Kelvin, waar is je paprika? Op. Oké, genoeg random momentjes. Ik ga het maar gewoon zeggen. Marit, die kennen we natuurlijk allemaal. Dat is Dylan's vriendinnetje, a.k.a. zijn assistent, a.k.a. zijn moeder. Want ze is ongeveer 80 jaar ouder. Maar verder gaat het. Het is geen roast, Kelvin, oké? Het is geen roast of Dylan. Dat heb je al lang gedaan. Mocht je de roast van Dylan nog niet gezien hebben, check hem dan even sowieso. Geen link in de beschrijving. Zoek gewoon op roast of Dylan Hagens. Hij is nice. Hey. Marit heeft het uitgemaakt met Dylan Hagens. Kelvin, is dat echt waar? Hoe is dat? Ik snap van dit woord afgehaald. Kijk, het zit als volgt. Marit werd gewoon helemaal lijp van Dylan's accent. Hij heeft natuurlijk een Limburgs accent. Dat praat een beetje zo met zacht G. En Marit werd daar gewoon een beetje gek van. En Dylan laat dat natuurlijk niet zomaar gebeuren. Die is op zoek gegaan naar een nieuw accent. Ik kan er heel lang over lullen, maar ik ga het gewoon laten zien. Dit is hoe het eraan toe ging. Hey, mensen. Oké, wat ik vandaag ga vertellen is nogal pittig. Jullie weten dat ik Limburgs ben. Maar ik ga dus ook proberen om verstaanbaar mijn verhaal te doen. Ah, ik heb echt zin in fly en dikke tetten. Zulke dikkerts. Er is iets met mij in de hand. Met mij en Marit. Mensen die vroegen er al naar. En ik wil nog wel. Ik ben ziek verliefd op Marit. Maar Marit vindt mij helemaal kut. Ze wordt blijkbaar gek van mijn Limburgs accent. Zij heeft dat ook. Maar dat boeit er niet. Dylan, stop met dat accent. Anders ga ik bij je weg. Nou ja, maar het is dan gewoon echt pissig. En daarom ga ik vandaag poging wagen om nieuwe accenten te leren. Oh ja, maar het kan trouwens ook heel goed pijpen. Dat doet ze dan zo. Hey mensen, vandaag ga ik allemaal verschillende accenten proberen. En waarom ga ik dat doen, Marit? Anders ga ik bij je weg. Kijk, ik kan al de harde G. Is nog steeds helemaal kut. Ja, verdomme zeg. Ik loop hier zo hartstikke hard mijn best te doen. En dan alsnog ga je zo moeilijk lopen doen. Ja, maar ik vind... Je hebt zelf ook een Limburgs accent. Ja? Ja, maar ik vind dat gewoon niet sexy. Ja, hou eens op, man. Ja, ga toch weg. Oké, dan ga ik wel weg. Doe ik gewoon. Marit, waar ben je nou? Ze is echt gewoon weggelopen. Marit, waar ben je nou? Oh, nee. Nee, ze is weg. Oh, nee. Marit, was je gewoon thuis? En jij bent dus de nieuwe vriend van Marit. Wat voor een accent heb jij dan? Ik praat gewoon Limburgs hoor, net als u. En waarom ga je dan wel met hem? Nou, ze miste iets bij jou, wat ik wel heb, zeg maar. Namelijk een grote pik. Nou!
Komen Dylan en Marit ooit nog bij elkaar? Niemand weet het, man. Rick, jongen, ik heb respect voor jou, man. You got the girl, you the winner, jongen. Oh, I love you, Rick. Ik wens je heel veel succes met je zoektocht in de liefde. Ik weet zeker dat je een hartstikke leuk nieuw meisje gaat tegenkomen. Het komt helemaal goed. Ik geloof in je. Je bent een guy, je bent de held van de straat, van de baat van de kaart van de straat. Oké, we gaan door. We kennen allemaal Femke Louise. Ze heeft natuurlijk een tijdje geleden een liedje geüpload. Die gaat als volgt. Al die boys, ja, ze willen mee. Maar dat gaat niet zo makkelijk. En mijn Sunny is verraderlijk. Alleen de grote vraag blijft natuurlijk. Weet Femke wel wat Sunny betekent? Nee, ze weet het niet. Ze is het gewoon vergeten. En ik heb een video weten te bemachtigen. Waarin je ziet hoe ze op zoek gaat naar wat het woord Sunny betekent. En dat gaat een beetje als volgt. Hey jongens, het is inmiddels 2 dagen later. En ik zeg dus dat mijn Sunny verraderlijk is. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat het nou precies betekent. Dus ik ga denk ik maar even rondvragen. Ik heb allemaal even spullen omhoog gesmeerd. En ja, mijn Sunny is dus verraderlijk, mensen. En ik weet niet wat het betekent, maar daarom ga ik hier mensen vragen. En ik weet niet waarom ik zo snel praat, want ik wil stoppen, ik hou op. Oké, we zijn hier dus met zo'n kale dude. Met een kale gozer, hij is echt heel kaal. JJ, wat betekent God, Sunny? Verdomme. Verdomme zeg, wat zie ik er mooi uit. Maar wat betekent Sunny? Weet je dat niet? Nee. Ik fluister het wel even aan de kijkertjes. Hé, hey, als iemand weet waar je goedkope haarimplantaten kan laten zetten, laat me even weten, zet het even in de comments. Do you know what Sunny means? I know what Sunny means. Yes, it means vergetel, standplaats, gedragsstoornis, huisje. Yes. It's very easy. Very easy, hè? Yeah, yes, yes. Okay, wat betekent Sunny? Hieltje, weet jij het misschien? Je kan gewoon doen alsof het dingen betekent, toch? Alles is een ding, dus dan zit je sowieso goed. Ja, dat is wel waar, ja. Blijkbaar betekent de Sunny niet dingen. Maar het betekent gewoon cocaïne. En nu heb ik er al een liedje van gemaakt. Maar zit ik er helemaal naast. Ik ben echt verdrietig. En nu wil ik iemand slaan. God, ik ben echt boos. Oh, that escalated quickly, dude. Ja, het blijft op zich wel een gevoelig onderwerp, weet je. Van wat betekent het nou precies? Zij weet het ook niet. Maar weet je, om nou te gaan vechten vind ik dan een beetje overdreven. Kelfam never fights, man. No, never fight. Like trouwens de video, want als je dat nog niet hebt gedaan, dat betekent dat er morgen geen nieuwe video komt. Dat zou zeer spijtig zijn, dus like even die homebo. Bob, push it erop, man. Push the like button. Just do it, man. I'm spam. Ik spuug op de camera's, niet normaal. Ik praat allemaal nattigheid. De volgende persoon, die helaas niet is wat hij denkt dat hij is. Nee, wat hij zegt dat hij. In ieder geval, Mattie van Vivalosophy. Ik heb Mattie natuurlijk een tijdje geleden geroast en dat was zeer leuk. En dat vonden jullie hartstikke grappig. Dat vond hij zelf ook heel erg leuk. Ja, hier ben ik trots op, oké. Maar Mattie heeft een probleem sinds kort. Namelijk, Mattie kan niet meer voetballen. Niet dat hij het ooit gekund heeft, maar hij kan niet meer scoren. Thank you God for that burp. Hij kan gewoon niet meer scoren. Hij probeert het heel erg, maar het lukt hem gewoon niet. En wat er dan ook nog gebeurt, is dat elke keer als hij probeert te scoren, valt zijn camera valt uit. Het is gewoon heel toevallig. Dat is de tactiek die hij heeft bedacht. Mattie dacht op een gegeven moment van, oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen nog wel denken dat ik iets kan, zonder dat ze zien dat ik score? En toen heeft hij iets heel erg slims bedacht, namelijk hij doet gewoon alsof elke keer als hij net raak wil schieten, de camera uitvalt. En dan zegt hij, oh, ik heb wel raak geschoten. Oh, geloof je me niet? Kijk dan maar. Ah. Yo, ik ben Mattie en ik heb weer zo'n lekker plukje. En ik praat gewoon lekker snel en ga dan raak knippen. Zoals nu in 3, 2, 1. Ik betaal natuurlijk heel veel huur en heel veel boodschappen. Dus daarom ga ik even een sponsor doen. Namelijk hashtag voetbal mee met Intersport. Geen idee wat het betekent, maar ik moet ook gewoon centjes verdienen. Oké, we gaan vandaag lekker voetballen. Ik heb er heel veel zin in, dus let's go. Oké, daar gaan we. Ja. Kut, de camera viel echt net uit op het moment dat ik scoorde. Hij zat echt hoor, maar we gaan nog een keer proberen. Daar gaan we weer. Ja, godverdomme, ik had de bal daar neergelegd en ik scoorde, maar viel weer die kutcamera uit. Maar hij zat wel hoor. Oké, daar gaan we. Oké, ik begin langzamerhand wild te worden van deze camera. Ik kan wel iemand doodsteken. Oké, ik heb even een nieuw veldje uitgekozen en ik heb nieuwe matties gevonden. En degene die als eerste danst is homo. Ja, daar gaan we weer. Gaan we even scoren. Ja. Ik zeg je eerlijk, die was sowieso raak, maar die kutcamera viel weer uit. Ook Bas wordt helemaal lijp, joh. Kutcamera! Hey, jongens, fuck dit. Ik ga een nieuwe camera kopen. Mazzel!
Oké, jongens, ik heb dus een nieuwe camera gekocht en ik hoop zo dat deze niet steeds uitvalt. Godverdekka. Yo, hey, laat die camera straks even vallen, oké? Dat doen we gewoon alsof hij kapot gaat. Anders komen mensen erachter dat ik niks kan. Wow, wow, Koen, wat doe je nou? Mijn camera is kapot, man. Nu zullen mensen nooit meer kunnen zien hoe ik score, klootzak. Oh. Alright. Ik moet toch altijd even achteraf zeggen dat ik zulke soort video's niet maak om mensen dood te maken of om mensen zich slecht te laten voelen. Ik doe het juist voor comedic reasons, want ik wil mensen gewoon lekker aan het lachen maken. Zeg ik nou reasons? Ja, dat is niet eens een woord gewoon. Ik doe dit uit naam van de comedy, dus als je het grappig vindt, laat me het alsjeblieft weten. Als je het niet grappig vindt, laat me het dan ook weten. Niet dat ik hier iets mee doe, maar hey, just do it man. Do your thing, you know what I'm saying? Like deze video, omdat ik dan morgen weer een nieuwe video maak. Bij 9500 likes in 24 uur, we're going good. I mean, Kel Stammer is happening. See you next time. Hey! We'll be right back.